Goedendag, hier zitten een aantal kinderen van groep 7a van de basisschool Panterij. En zij hebben iets heel leuks. Komende vrijdag. Zij mogen namelijk meedoen aan een hele spannende wedstrijd. Zij gaan namelijk strijden om in de BCT Band XXL te komen. En als ze vrijdag winnen, dan mogen ze zelfs voor Koningin Maxima optreden. De BCT-show dat bestaat al een aantal jaren op televisie. En dat wordt gepresenteerd door Pepijn en Jetske. En sinds dit jaar hebben ze iets nieuws. Dat was eigenlijk in het kader van meer muziek in de klas. Dat zij een wedstrijd hadden uitgeschreven. En dat was dus de wedstrijd om in de BCT Band XXL te komen. We mochten kiezen uit 10 soorten sounds. En wij hebben uiteindelijk gekozen voor body percussie. Luc, jullie doen body percussie, maar wat is precies body percussie? Body percussie is muziek maken met je lijf, bijvoorbeeld. Lekker klappen, dat soort dingen. De groep bestaat uit 12 personen. En dat zijn 11 jongens en 1 meisje. En er is een heel grappig verhaal achter. Want het meisje speelt eigenlijk de strenge juf die de 11 boefjes van haar klas een beetje in toom wil houden. Maar dat is soms wel een beetje lastig. En dat zie je ook terug in het stuk. Dus het, is, het heeft ook nog een verhaaltje, zeg maar. Isabella, je bent de enige dame in deze groep. En eigenlijk vraag ik me dan af. Kan je eens een beetje aan die mannen hier? Nee. Niet echt. Ze zijn wel heel erg druk. Maar wel lief hoor. Ja. Maar ze luisteren helemaal niet naar je of een klein beetje? Een klein beetje. Okay. Tije, stel je voor jullie winnen vrijdag. En jullie mogen optreden voor Koningin Maxima. En stel je voor dat je er tegenkomt. Wat zou je haar dan heel graag willen vragen? Of ze vroeger op zangles zat. Iemand anders misschien? Nou, hoe oud ze eigenlijk is. En of ze al weet veel, of als ze wel veel weet van muziek. Ja, dus dat wou ik eigenlijk wel vragen. Waarom moeten de mensen nu op jullie gaan stemmen? Nou, de stemmen die tellen voor 50% mee van al onze stemmen bij elkaar. De jury heeft, per jurylid heeft 25%, want er zijn 2 juryleden. Dus als die alle 2 op je stemmen, heb je 50%. Maar stel je voor dat de andere groep heeft gewonnen met stemmen, staan jullie gelijk. Dus de internetstemmen die zijn eigenlijk heel erg belangrijk. Oké, en wie kan vertellen hoe ze dat dan kunnen doen thuis? U gaat naar het internet en dan zoekt u deze site op. www.zep.nl/de-bct/stemmen. Nou, je kan show, maar je kan ook gewoon www.zep.nl/bct opzoeken. Dan komt hij op een pagina en dan ziet hij verschillende categorieën bovenstaan en dan klikt hij op stemmen. En dan scrolt u wat naar beneden en dan ziet hij daar 3 scholen staan en dan moet hij klikken op stem onderaan het filmpje van de Panterij Beverwijk. Stem!